op de bank bij knottenwolle.nl. We gaan vandaag een tunisch haken tutorial laten zien voor de multicaul all around. Deze call bestaat uit drie technieken, namelijk tunisch haken, breien en haken. En we gaan vandaag tunisch haken. Kijk je mee? We zijn nu bij strook 5 van het tunisch haken. En we gaan hier een breisteek maken. Als overgang ook naar het breien, vond ik grappig. En we gaan hier steken samen haken. Dus hierbij gaan we in de teruggaande naald anders doen dan anders. Dus vandaar dat ik even de teruggaande naald laat zien. We hebben net deze heengaande naald gedaan, waarbij we weer die twee steken geminderd hebben die we in strook 3 gemeerderd hadden. Dus je hebt nu weer het stekenaantal op je naalden staan, zoals aan het begin. En ik ga laten zien hoe dit anders gaat bij de teruggaande naald. Dus we doen de kantsteek gewoon omslaan door 1. Dan doen we 2 maal een gewone teruggaande steek. En hier gaan we dus anders doen. We maken een losse. En dan halen we de draad door 4. Dus 1, 2, 3, 4. Dus er komen nu 3 lussen samen eigenlijk. Kunnen jullie dat zien? En dan maken we weer een losse. Dus nu heb je een bundeltje van 3 steken. Dan gaan we weer 3 keer gewoon doen. Zoals altijd. Dan maken we weer een losse. Dan gaan we weer door die 4 lussen herhalen. Om die 3 steken samen te krijgen. Een losse. En dan zijn we weer bij de kant aanbeland. Dus daardoor krijg je die bundeltjes, zeg maar. In de heengaande naald wilden we natuurlijk weer genoeg steken krijgen. Dus we nemen een steek op in de tussenliggende bovenpost. Dan bovenop dat bundeltje. En weer in die tussenliggende steek. En dan die 3 normale steken. Daar gaan we een rechte steek haken. Oftewel de breisteek. Deze hebben we nog niet gedaan. Dus je hebt het lusje van die steek. En we steken nu midden in het lusje van voor naar achteren. En net pakte hem zo op. Maar nu, in plaats dat je de haaknaald voor je werk blijft, steek je hem midden in het lusje van voor naar achteren. En dan krijg je de breisteek. Nou, hier moeten we weer in dat tussenliggende lusje een steek opnemen. Bovenop dat bundeltje. In het tussenliggende lusje. En dan gaan we weer de breisteek maken. Middenin van voor naar achter. En de kantsteek. Hier moeten we zeker netjes die 2 lussen op je naald. Want dan krijg je ook weer een mooi veetje aan de kant, zie je. Waardoor je 3 veetjes naast elkaar krijgt. Dus teruggaand die kantsteek gewoon. Dan door 2. Doen we weer hetzelfde. Hiermee maken we een losse. Dan weer door die 4 lussen. Een losse. En dan 3 keer gewoon. Dus gewoon door omslaan en door 2 lussen halen. Dan maken we weer een losse. Een tussenlosse eigenlijk. Door die lussen heen. Een tussenlosse. En dan zijn we weer aan de kant. En je ziet al het bundeltje ontstaan en de breisteek. Nou, hier zie je het natuurlijk beter. Ja, en dat is strook 5 van het tunisch haken. Dankjewel voor het kijken naar deze tutorial van de multicaul all around. Ik zie jullie ook graag terug op knottenwol.nl en ik wens jullie heel veel plezier met het maken van deze call. Doei doei!